Het traject voor het bevorderen van ambtenaren loopt nog steeds moeizaam. Dit vertelde minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport eerder deze week aan journalisten. Ze stelt dat gewerkt wordt aan een raadsvoorstel om het proces voor bevorderingen te versoepelen. Gisteren heb ik het wederom besproken met de president. U moet weten wanneer we dus een raadsvoorstel op voorbereiden, sturen naar RVA. RVA en, dat raadsvoorstel niet de juiste onderliggende stukken hebben, bijvoorbeeld, dan wordt het teruggestuurd. Maar u weet ook dat we dus op de verschillende commissariaten heel veel ambtenaren hebben die misschien niet de juiste opleiding hebben, maar de deskundigheid hebben ze wel, ze hebben die ervaring wel en die moeten dus de nieuwe leerlingen begeleiden. En zo iemand is bijvoorbeeld, ik heb iemand op het ministerie die 12 jaar lang niet bevorderd is en die persoon heeft zich niet verder laten scholen en je kan die persoon dus niet laten op zo'n niveau, op een schaal. Ik weet niet, als het 1C is tegenwoordig, komt die persoon niet uit. Dus ik denk dat er een gesprek moet komen. Emmanuel zegt de zaak eerder te hebben doorgegeven aan de president. Mensen die hun bevorderingen verdienen, moeten die echt krijgen. De mensen, zodat die stukken niet terug worden gestuurd, maar dat ze de mensen in ieder geval de juiste bevordering krijgen. Maar dat is het geval. Een BO die eigenlijk ADS'er of een DS'er moet worden, die stukken worden teruggestuurd omdat die persoon niet universitair geschoold is, maar die persoon heeft dan jarenlange ervaring. En de nieuwe mensen met een universitaire diploma, die moeten worden opgeleid door die persoon. De minister zegt verder dat ze voor haar ambtenaren pleit. Naast de bevorderingen moet ook gewerkt worden aan de renovatie van vele gebouwen van het ministerie, zodat de landsdienaren onder betere omstandigheden kunnen werken.